Hoeveel pijl naar medicijn zijn er niet in de presje? En hoeveel van die labmiddelen zorgen voor progressie? Het enige dat werkelijk verlicht is gewerken in het licht weg van de ergernis is een authentieke connectie of artistieke expressie. Het is bewezen dat muziek is taris voor ons van sombere te genezen. Dat de mensen de rap leven van poëzie te lezen. Het is de kunst die zorgt dat we de zorgen minder vrezen. Soms zien mensen een race achter het horen van wat raps. Zijn ze de kracht voor het te pitten klim. Duur die niet in de tekst kunnen ze relateren aan hetgene dat wordt gezegd. Soms is een woord van min hetgene dat een ander rap. Maar toch hij mensen die hem zien minder waarde vindt. Niet buiten beschouwing laten dat iemand kan met zware tinnen. Dat er geen remedie ligt in pijlen of medicatie. Of de kille analyse van een vreemde psychiater. Ze houden niet van rappers want dat is geen echte job. Het brengt vooral niet in het loodje van de meisjes aan de top. Moet zorgen meisjes soms als steun en in slechte dagen. Het is zoveel meer dan dat je moet maar aan die meisjes vragen. Wat aan ze nodig en is zelden te koop. Of te verkrijgen via voorschrift. Hij redder in nood. Kussen voorzien van wat de rap met ze doet. En zijn er velen. Dus als rapper zien is juist de rapper maar ook een genezen. Ik moet gaan. Misschien is wat ik geschreven. Het enige wat dat sommige meisjes nog kunnen verstaan. En dan kun je niet zo doen toen hij zijn ene sprankel hoop dat ze zijn plotseling verhaan. Dus moet ik alles blijven geven wat dat in me zit. Zodat we toppen alles kunnen verslaan. Rappen is meer als juist de rap. Het is een essentieel gegeven van ons moderne bestaan. Savamot, wees mij, oké? Maar pak dat niet zo is, no worries, dat is ook oké. We kunnen niet ossen op ons besten of goed in ons vel zitten. Dat is de pendulum die hem laat helden. Wat dat telt is dat niet te veel uit balansen kan tonen naar je richting. Maar dat er evenwicht is tussen duistere en verlichting. Je moet je niet voldoen aan een of andere verwachting of standaard. Zolang dat je niet breekt door de belasting dat het meebrengt. Ik en ik ook mijn slechte ween. Soms verlies je iets omdat je geen energie hebt voor de rente steen. Belangrijkste is dat je goed blijft zorgen voor jezelf. En elke bloem die hij gezoemend wordt kan plotseling verbij. Maar pak dat niet meer god. En dat het duster bluft, dat je niet vooruit me wet. En dat je vooruit niet schuift, dat je maar blijft zitten. Met je angsten of je schamtes, je onzekerheden, trauma's. Ze zitten tot in het geramte. Zoek toen naar help, zoek iemand die je snapt. Probeer te babbelen met het wien. Al is er niemand dat je mee klapt, we kunnen de wereld en dat is wat. Maar niet alleen, maar topen ou al meer. Dat geloof ik echt, dat meen ik. We zijn allemaal het zesde. Dus zijn niet bang voor het te babbelen met een man. Misschien net die de zesde angst, maar ulti je het even verborgen. Like, toen snap ik dat we allemaal zo alleen voelen op zoveel vlammen, maar dat is enkel een illusie. Het is niet reëel, we zien zoveel gegisseld door onze eigenste desillusies en ontgoocheling. En de innerlijke discussies in ons hoofd, we zijn te vaak gekwetst, waardoor dat we gebroken zijn. Maar laat eens zien dat we zien, we een potentie ligt er niet voor te grippen, maar we zo richten op intentie. Bewust dragen je gedachtenstroom te termineren, dat er juist een negativiteit is aan het manifesteren. En excuseer me, het is niet dat ik wel preek. Zo een ook maar manieren dat ik voor jou niets kan betekenen. Ook als ik hier maar juist auditief kun je op me rekenen. En voor de rest moet het al staan met het gegevene. Maar ik geloof dat het beter wordt als niet alleen of als je hoopt. Omgekeerde geloven is zeker zat. Dus ik hoop dat vandaag goed gaat, dat meen ik. En hopelijk maakt deze tekst je wat minder alleen. Ik moet gaan. Misschien is wat ik geschreven. Het enige wat dat sommige mensen nog kunnen verstaan. En dan kun je niet zo doen toen hij zijn ene sprankel hoop dat ze zijn plotseling verhaan. Dus moet ik alles blijven geven wat dat in me zit, zodat we toppen alles kunnen verslaan. Rappen is meer als juist de rap, het is een essentieel gegeven van ons moderne bestaan. Misschien is wat dat ik hier schrijf het enige wat dat sommige mensen nog kunnen verstaan. En dan kun je niet zo doen toen hij zijn ene sprankel hoop dat ze zijn plotseling verhaan. Dus moet ik alles blijven geven wat dat in me zit, zodat we toppen alles kunnen verslaan. Rappen is meer als juist de rap, het is een essentieel gegeven van ons moderne bestaan.